Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Easy Dutch. Ik ben Tim. Ik ben Linus en we staan vandaag in Utrecht. We gaan de mensen vragen wat typisch Nederlands is. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Nou, wat is typisch Nederlands? Wat is typisch Nederlands? Als je daar terugkijkt, terug in de tijd, klompen dragen, hè? Dat, ja. Dat denk ik wel, ja. Doe je dat zelf ook nog? Nee, dat is wel echt iets van jaren geleden, denk ik. Dat doen we nu denk ik niet meer, misschien alleen nog voor de show. Ja. Maar als cultuur, een beetje cultuur van Nederland laten zien. Maar ik draag ze niet, nee. Het doet pijn aan je voeten. Oh, typisch Nederlands. Nou, ik kom zelf uit Brabant en daar zijn de worstenbroodjes heel typisch Nederlands. En kaas en klompen en molens. Eet je zelf ook worstenbroodjes? Jazeker, ja. Geweldig. Proberen, zeker doen. Ja. Maar dat is typisch Brabants of Nederlands? Ik denk wel eerder Brabants, maar iedereen in Nederland weet wel waar je het over hebt. Dus dat komt wel goed. Ik vind stroopwafels vind ik iets typisch Nederlands. Frikandellen, ja. Dingen uit de muur trekken. Snacks. Zoiets. Kun je een stroopwafel omschrijven voor iemand die dat niet kent? Een stroopwafel is eigenlijk twee hele dunne, flinterdunne wafels met een beetje stroop ertussen. Dat is heel simpel. Ja. Duidelijk. En heb je misschien nog een paar dingen qua cultuur of mentaliteit die typisch Nederlands zijn? Niet te veel willen uitgeven. Dat is natuurlijk typisch Nederlands. Een beetje op de centen letten. ik denk dat wat typisch Nederlands is. Nou ja, in deze situatie zou ik dan toch de borrel zeggen. Dus als er het zonnetje ook maar een beetje schijnt, de zon opzoeken en een biertje drinken. Gelijk naar buiten. Ja, gelijk naar buiten. Ja, zeker. Ik vond zijn antwoord eigenlijk wel goed. Maar typisch Nederlands, ik denk dan gelijk aan eten. Dus ik moet gelijk denken aan drop en aan pindakaas en aan hagelslag. Dat soort dingen. Typisch Nederlands. Ik denk nu met name in coronatijd op het terras zitten en borreltjes met elkaar drinken. En toch die gezelligheid. Ik denk dat heel Nederlands is. Kun je voor iemand die niet uit Nederland komt uitleggen wat een borrel is? Ja, een borrel. Ja. Ik heb een keer gehoord van mijn internationale vrienden dat echt een typisch Nederlands woord is. Maar ik denk niet te veel nadenken, met mensen praten en iedereen kan erbij zitten. En een biertje in de hand. Ja, dat denk ik. En eet je dan ook iets wat typisch Nederlands is? Ja, ik zie je al lachen, maar ik denk dat je hint op bitterballen met wat mosterd. Dat is ook echt typisch Nederlands en dat hoort er ook een beetje bij. Ja, absoluut. Typisch Nederlands, hagelslag, pindakaas, frikandellen, kroketten. Eet je dat zelf ook? Ja, eet ik zelf ook. En wat zijn karaktereigenschappen van Nederlanders? Van Nederlanders? Nou, ze zeggen altijd dat Nederlanders een beetje gierig zijn, maar dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk dat we vooral in Nederland heel erg lief zijn. Ik denk dat wij over het algemeen gewoon zeggen wat we denken. En niet te veel beleefdheidsvormen gebruiken, maar gewoon zeggen wat je vindt. Wat is typisch Nederlands? Oh! Stroopwafels, tulpen, bitterballen, kaas, kroketten, frikandellen, drop. En karaktereigenschappen van Nederlanders, wat zijn dat? Gieren. Negativiteit, hoor. Ja. En vooral gierig. Ja. Typisch Nederlands is hockeyen. Okay. Ja. Hockey je ook? Ja, en wij hockeyen. Ja. Allemaal hier. Allemaal, jullie zijn een team. Nee, dat niet. Nee? Oké. Okay. Trouwens, vind je het leuk om extra oefeningen en de transcripts te krijgen? Neem dan een kijkje op onze Patreon-pagina. We gaan nu verder met de video. Nou, weer of geen weer op het terras zitten. Ja, zelfs als de terrassen vol zitten, gaan we gewoon naar buiten. Eigen terrasje maken. Ja. Wonen jullie ver van hier? Nee, hier op het plein. Ja. Dus ver vanaf. Okay. Lekker, en heb je ook nog, je vriend zei net dat Nederlanders heel direct zijn. Vind je dat ook? Ik denk internationaal vergeleken wel, ja. Ja. En ik denk dat dat aan de ene kant iets goeds heeft, maar ik denk dat we aan de andere kant wel ook lomp over kunnen komen. Dus daar kunnen Nederlanders in het buitenland ook wel wat van leren van anderen. En qua eten? Bij eten denk ik het eerst aan aardappelpuree of stamppot. Boerenkool, zuurkool, ja, dat soort dingen. En andere dingen qua eten, wat is daar typisch Nederlands? Boerenkool, zo andijvie stamppot.
Oké. Ja, dat is stamppot, hè? Dat is typisch Nederlands. Ja. Eet je ook graag stamppot? Ja, nou, niet allemaal, maar een paar soorten stamppot vind ik wel lekker. Zo, als mensen gewoon vragen wat je ergens van vindt, dan zeggen ze gewoon letterlijk wat ze ervan vinden. Dan lusten er niet omheen. Dan zeggen ze gewoon wat ze ervan vinden. Dus doorzettingsvermogen, dat ligt wel hoog in het vaandel bij de Nederlandse personen. En ik denk ook wel gewoon dat de Nederlanders gewoon, die houden ervan als je gewoon echt jezelf bent, weet je wel. Dus, Karaktereigenschappen. Ja, directheid, denk ik. Ja. Dat is wel echt nummer 1. Dat denk altijd, ik ook, ja. Direct. Ja, ik denk toch wel het lompen van de Nederlander. Ik ben best wel direct, dus ik denk dat. Ja. Ja. En vind je dat goed of ben je zelf ook zo? Ik ben zelf iets minder, hoor. Ik vind... Geen tikje sturen? Ja, dat wel. Maar niet, niet voor 50 cent of zo. Ja. ik denk wel dat we heel nuchter zijn. Dus doe maar gewoon normaal, dan ben je al gek genoeg. En ook wel humor, denk ik. Grapjes maken, ja. Ik denk stiekem dat we ook een beetje lomp zijn vergeleken met veel andere culturen. Dus redelijk to the point. En wat minder de aardige complimentjes eromheen. Dus dat we redelijk doelgericht zijn. Direct inderdaad. Ja, zeker. Okay. Eten, wat vinden de Nederlanders lekker? Bitterballen. Bitterballen. Ja, bitterballen. Sowieso bitterballen. En qua avondeten, ik denk niet dat er echt iets is wat wij nou... Juist heel veel uit andere landen. Ja. Ja, omdat de Nederlanders zelf niet echt een hele uitgebreide keuken hebben. Ja, ik denk juist dat de kookcultuur in Nederland heel erg gericht is. Ja, juist buiten de grenzen zoeken. Ja, heel erg gericht op buitenland. Ja. Ja, typisch Nederlands eten, AVG. Dat is eigenlijk gewoon een afkorting voor aardappel, vlees en groenten. Ja, dus je hebt gekookt, altijd lekker... Ja, gekookt aardappeltje, gekookte groenten en een stukje vlees erbij. Ja. Maar goed, dat is wel een beetje van vroeger, denk ik. Nou, echt heel veel Nederlanders hebben dan nog steeds... Ik bedoel, vooral... Nee, ja, ik weet degelijk. Niet, mijn ouders... mijn ouders, als ik bij mijn ouders ben, dan is het wel... AVG. Krijg een AVG'tje. Ja. Ja. Ja, snap ik. En heb je misschien nog wat dingen qua mentaliteit? Hoe zou je de Nederlandse mentaliteit omschrijven? Direct. Zijn altijd heel direct. Ze vragen me, of hebben meteen over wat ze willen. En proberen meteen te regelen. En doorzetters ook. Altijd tot het gaatje gaan. En voor elkaar krijgen wat ze willen. Ben je zelf ook direct? Af en toe, communicatief kan ik daar soms wel wat sterker in zijn. Maar het is, ik denk altijd dat het erin zit, ja, zeker. Zijn wij gierig? Nee. Ik betaal dit rondje. Jongens, ja. Eten was mij. Nee. Nee, maar iedereen stuurt wel altijd tikkie naar elkaar. Dus, ja, dat is waar. Ja, in principe, nee, tikkie is wel gierig. Nou, een beetje. Ja. Nou, dat ging weer goed vandaag. We hebben veel over Nederlanders geleerd vandaag. De mensen hebben gierigheid en directheid als eigenschappen genoemd. En ze noemden bitterballen en borrels als eten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Doei. Dag.